Yo kijkers van Duffy Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Road to the End. Thanks voor alle likes en reacties en achtergelaten. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag eventjes deze farm afmaken. En dan hopelijk kunnen we binnenkort Diamond Gear gaan enchanten. En s'nachts heel veel mobs gaan hunten, waardoor we dan echt een start richting de end kunnen aanmaken. Dus we beginnen nu wel lekker op te schieten eigenlijk. Dat kan ik echt wel zeggen. We beginnen nu pas echt het Road to the End serieus te gaan nemen eigenlijk. Wat ik nu ook ga doen is, ik ga hier nu deze farm even clearen, want dit heb ik hier niet meer nodig. Zo. Aardappeltjes, oké. Okay. Wel. En dan, want het is, ik wil wel goed Diamond Gear proberen, want ik wil het gewoon zo legit mogelijk. Ik wil niet water in de end gaan doen, waardoor ik weer niet geen Endermans krijg. Maar als ik een Enderman aankijk, zal ik ervoor moeten vechten. Allemaal van dat shit. Dus ik wil het gewoon echt legit hardcore doen eigenlijk. Dus ik heb best wel goed Diamond Gear daarvoor nodig. En een mocht spannen natuurlijk, maar goed. Goed. Ik heb hier wat seeds nu zie ik. Ik heb wat aardappel. Oké. Okay. Laat ik eerst even een hoger maken. Oh. Nee, dat doe je zo dus. Oké. Okay. Even kijken. Als ik nou hier sugarcane plaats. Wacht op, zul ik hier gewoon hierop staan trouwens. Ah, oké. Okay. Maakt ook helemaal niet uit eigenlijk. Dan pleuren we hier gewoon het wiet in het midden. Oké, okay, het is hier dus alweer te donker. Anders popt die er ook niet uit. Dat gaan we even snel oplossen door hier ook zo'n torch ding te bouwen met torches eraan. Zo, dat is goed. Het is nu wel licht genoeg. Zo. Zo. Hier eventjes wat saplings in. Dan is het ook tenminste safe tegen mobs, weet je wel. Dat heet dat er buiten, dat is helemaal niet safe. Er rennen mobs overheen. Dat hebben we gewoon niet meer nodig. Nog 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. Okay. Ren ik nou nog wel even snel naar buiten nu. Het is nog licht, hè? Ja, het is nog licht. Dan ga ik hier nog even snel al deze sugarcane weghalen, want die kan nu allemaal wel binnen worden geplant, denk ik. Maar, oké, okay, dat hebben we allemaal mee, mooi meegenomen. Dan gaan we ondertussen ook nu toch wheat ook bij hem hebben. En wat koeien verdubbelen, want ik heb nu wel echt, ik ben nu echt ladder nodig te gaan krijgen. En jij, en jij, en jij, en jij, en jij. Alles is in lava als het goed is. Er komen weer babykoetjes en hebben we echt wel nodig nu. Want ja, we hebben voor mij voor de boek hebben we ladder en hier nodig. Meh, dat wordt duur. Maar goed. Heb ik nog een bucket hier? Ja, oké. Okay. Op zich kan ik dus ook nog wel. Een rij dingen weghaal. Heb ik nog een schep? Nee, oké. Okay. Moet heel veel met de handel mensen. Ik hier namelijk nog een rij met sugarcane plaatsen. Hoewel ik me nu bedenk dat ik daar natuurlijk eigenlijk geen sugarcane kan plaatsen. Maar dat kan wel. Oh, lol. Ik dacht dat het helemaal niet komt met sugarcane. Dat niet op. Weer iets geleerd. Fuck. Ik was aan het komt. Ik had altijd sugarcane dat ik niet naast een muur kon staan. Ik had altijd zoveel moeite erom gedaan voor niks. Oké, okay, nice. Boom, boom, boom. Hop, 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 hop. Oh. Nu het wat donker is, dat snap ik ook. Dus we gaan even een torch terughangen, maar dan komt hij daarin zo. Hoppatee. Op hier. Ik denk dat deze sugarcane farm nu op zich wel groot genoeg is. Laten we eerlijk zijn, ik bedoel, dit zijn toch wel genoeg. Dit zijn er 14. Maar je gelooft me niet dat dit goed, dan gaan we nu ook tellen. Ik zei 14, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dit is 11, 12, 13, 14. Boom! Nog een keer zou ik tellen voor het geval jullie het niet mis hebben gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. Boeia! Nou jullie weer, huh? Nee, ik wist dat en waarom. Omdat ik zag dat ik in mijn inventory 29 had. En toen in één keer had ik er nog maar 15. Dus dat is heel simpel. Dit staat daar ook in. Oké, dan is de farm op zich af. Even kijken, kan ik hier nu al papier van maken? Papier kan ik er wel van maken, maar een boek denk ik niet. Hè? Want een boek maak je op deze manier. Zo, of... Nee, oké. Okay. Oh, wacht, ik had natuurlijk al ladder hier. Wacht, ik heb hier ladder. Wacht. Ik kan nu als het goed is 5 boeken maken. Maar 5 boeken is geen dinges. Wat ik natuurlijk ook nog wel kan doen, ik ga even slapen dan op zoek naar nog meer ladder. Of een ladder. Dinges. Weet er nou. Sugarcane. Want ik denk dat dat op zich de snelste manier is door nu nog meer sugarcane te vinden door er zelf nu naar op zoek te gaan. Denken jullie? Ik denk dat het enige is wat op dit moment ook echt goed wil. En dan moet eigenlijk een kant op gaan waar ik nog niet ben geweest. En eigenlijk ook wel naar het water, maar ik ben nog niet... Die kant ben ik er wel op geweest. Ik ben deze kant nog helemaal niet eigenlijk op geweest. Dus ik ga deze kant even proberen, mensen. Om te kijken of we hier nog meer sugarcane kunnen vinden. Om onze shaman table werkende te krijgen. Dat is natuurlijk nu wel, mag nu ook wel gebeuren na zoveel afleveringen. Aflevering 21 is dit inmiddels. Dat we uiteindelijk eens een keer een crafting table gaan hebben die werkt. Ga ik mijn home ooit nog terugvinden als ik hier zo heen ren. Fucking YOLO. Okay. Ik zie hier tot nu toe alleen maar gras. Gras en gras. Zie ik ook op die van op. Ja, oké, mooi zo. Vaak bij van die riviertjes die we daar al zien. Of nou ja, die we die kant op zien waar we nu zo heen rennen. Zijn vaak wel wat sugarcane langs de zijkanten. Goed is. We hebben net geslapen, dus we hebben op zich wel even lekker de tijd ervoor om wat sugarcane te kunnen vinden. Alleen, er is hier geen sugarcane, Guido. Ik weet niet wat je nou maar zegt, maar hier is geen sugarcane. Daar is sugarcane. Links van de sugarcane. Haha. Sugarcane, kom maar hier. Dankjewel. Daar is ook nog sugarcane, kijk. Nou gaat het hard. Oh shit, een jungle. Als ze wachten, als diezelfde jungle is, dan helemaal op de andere kant. Oeh, sweet. Zo! 1, 2, deze is 4 hoog, what the heck? Damn! Is de bedload. Zo. Oh nee, is ook nog steeds bedload. En jij zweeft, dat kan helemaal niet. Jullie kunnen helemaal niet zweven, man! Bij een jungle zit zo... Oh, het is wel sugarcane. Lol. Ik dacht dat helemaal geen sugarcane stond in de jungle. Toch? Road to sugarcane. Hoe serie op Duffy Games. Heel slecht. Ik kon niks eigenlijk in zo'n jungle... Wacht eens, een moeras, hè? Daar kan ook nog best wel eens wat sugarcane zitten. Toch? Ja, volgens mij wel. Denk het haast wel. Appeltje, dankjewel. Hey, fuck. Ah, nee. Oh, man. Oh, wacht. Hey, holy shit. Holy shit. Fuck je sugarcane. 1, 2, hoppatee, 3 en 4. Het had zo moeten zijn dat ik hier naar beneden pleurde dat ik het zag. Het was een aanreiking van God. God sprak tot mij. Ah, normaal man. Even kijken, we zijn nu bij het moeras. Tot nu toe zie ik nog helemaal geen sugarcane. En ik heb geen zin om heel dat moeras eigenlijk af te struinen. Fuck it, we gaan gewoon ook deze kant op. YOLO, hoppatee. Oh, honger.
Ik had nooit de jungle in moeten gaan. Sugarcane? Nee. Paarden. Die droppen wel ladder, maar ja, ik heb nu al koeien en ik heb natuurlijk al dingen, dus eigenlijk heb ik het niet nodig. Oh, een babypaard. Wist je dat dat bestond in Minecraft? Ah, oh, een babypaard. Ah, oh, sterf, stom beest. Oh, ben ik gewelddadig. Ik zie sugarcane. Er is net een paard vermoord, weet jij daar meer van Guido? Nee, zo. Nou, jij bent degene met een zwaard in uw handen. Oh. Ik was niet. Wat de f... Oké, dit is een raar landschap. Wacht even. Het zijn allemaal kleine eilandjes eigenlijk. En een paar grote... Wat is dat? Het lijkt of hier een hele rare tempel zit ofzo. Wacht even. Een grastempel. Nee, dit is een hele rare berg wat echt gewoon... slecht geworld lood is eigenlijk. Gewoon, het is gewoon echt gewoon plonk, gewoon erin gepopt lijkt het wel. Gewoon echt zo'n vierkant ding gewoon. Wat de heck. Ja, hier is gewoon zo'n beetje helemaal flat geland. Ah. Wauw. Maar ik zie hier geen sugarcane. Red mushrooms under a tree? What the freak is happening? Oh, give it to me. Come with me, son. Alright. Ik zie ook verder geen sugarcane meer. Ik denk dat ik ook maar weer terug moet gaan, mensen. Want ik weet niet waar ik nu ben, hoor. Ik denk dat ik verdwaald ben. Welke kant op ging ik überhaupt uit? Ik ben... Fuck it ook maar, joh. Gaan ook gewoon door, ook. En zo meteen wat de nacht. We moeten zo meteen wel echt terug. Ik heb nog nooit zoveel bomen gehad, joh, in een map. Echt waar. Dit is echt niet normaal. Bomen, 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 bomen. Fucking hell, we gaan terug. En ik weet dat we deze kant op moeten, want die cap die zit daar. En dat betekent dat we die kant op. Klopt dat? Nee, dan gaan we de jungle op in. Oh boy. Nee, wacht. We moeten deze kant op, denk ik. Hier waren koeien, dat klopt. Of waar zijn die paarden? Daar, oh, zo, Erik. Het is wel een sugarcane daar. Daar ben ik toch al geweest op het eiland. Ik ben zo met de sugarcane voorbij gerend. Ik vond dan niks een high, zo van... Oh, wacht, ik moet deze kant op. Oh, I'm just a troller. Sugarcane, I will come for you! Ja. Nou, kan je wel sugarcane halen, helemaal jong. Hoppatee. Oké, mensen, bedankt voor het kijken deze aflevering. We gaan de volgende keer verder met naar huis te zoeken, want ik ben helemaal de weg kwijt. Ja, ik weet niet meer waar ik heen moet, joh. Die jungle is het sowieso niet. Ik denk die kant op zich, want daar kwamen we vandaan. Dus ik denk dat we gewoon die kant op moeten, maar... Dan een keer een berg aan zie ik daar verder in de map. Goed mensen, bedankt voor het kijken deze aflevering. Vond je het leuk? Vergeet een duimpje aan te klikken. Ben je nieuw? Vergeet niet op abonneren te klikken. En deel hem even met je vrienden. En zie ik jullie de volgende keer weer. Later.